Yo mensen, Jirask hier en welkom bij weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal Ras Game. Vandaag voor jullie weer een nieuwe gameplay en ook op een nieuwe map, namelijk de map Vertigo. Ik gebruik de Scar Hamer met Quickzo en nog eens Adjustable Stokken bij. En ik gebruik de Score Streaks, de Orbital V-set, de Escort Drone en nog eens de Swarm. Deze gameplay heb ik ongeveer 5 minuten geleden gehaald en ik dacht ik upload hem meteen voor jullie. Ik heb natuurlijk niet heel veel tijd om te gamen, dus ik heb 2 potjes in totaal gespeeld. Het eerste potje was ik meteen geracequit, want er zaten een paar campers op. En het tweede potje haalde ik deze gameplay voor jullie. Het is een lekkere gameplay om naar te kijken, maar ik wil vandaag ook weer eventjes wat tips en tricks gaan geven betreffende de spawncontrole. Want je ziet het hier, we spelen hier Team Deathmatch 6 tegen 6 en we spelen Arms Races. In plaats van 100 punten krijg ik 150 punten en ik weet nu niet meer precies waar ze spannen. Ik wil eigenlijk gewoon dat ze in mijn rug gaan spannen, dus je ziet hier ook de hele tijd dat ik mijn rug check. Maar nu spannen mijn teammaten weer naast me, dus toen dacht ik van, nou ja, ze gaan hier niet meer spannen. Ze spannen nu waarschijnlijk helemaal links. En toen kwam de UAV eraan en natuurlijk als je een UAV in de lucht hebt, dan weet je precies waar ze spannen. En als je een Orbital V-set in de lucht hebt, dan weet je precies waar ze lopen, ook al hebben ze ghosts. Dus die scorestreaks moet je ook gewoon aan hebben staan als je de spawncontrole wil houden, want het is redelijk moeilijk om de hele tijd die spawncontrole te houden, om de hele tijd te weten waar de enemies lopen, maar dat moet je wel kunnen doen als je gewoon gaat voor een nuclear, want als je dat niet kan, als je niet weet waar de enemies spannen, dan gaat het je ook gewoon niet lukken en dan ga je dus alleen maar dood. Maar je ziet het hier, ik loop nu midden in de enemy spannen en ik was nu gewoon aan het proberen dat ze niet weer naast beginnen spannen. Je moet gewoon die minimap de hele tijd in de gaten houden, je moet de hele tijd in de gaten houden waar spannen mijn teammaten, waar staan mijn teammaten te campen, want je ziet het hier, ik loop gewoon rechtstreeks naar mijn teammaten toe om ze gewoon weer hier voor me te laten spannen en dat doen ze ook. Je ziet hier alweer een enemy aankomen lopen. En zo moet je gewoon in elke map een beetje manoeuvreren. Zo moet je een beetje in elke map gewoon de hele tijd op die minimap blijven letten. Ik was in deze achtergrond gameplay ook keihard muziek aan het luisteren. Ik had volgens mij Rihanna met Stay opstaan. Zo'n dikke dubstep remix. En ik had dus verder ook geen game geluid. Maar ik had alleen maar mijn minimap en mijn teammaten om naar te kijken. Om te bepalen waar de enemies stonden. En nu heb ik natuurlijk gewoon die Orbital V-set in de lucht. Dus nu was het gewoon easy peasy. Als je die Orbital V-set in de lucht hebt, dan weet je precies waar die enemies lopen. Hoef je helemaal niks meer te doen. En ga je vanzelf gewoon die swarm binnen die je aan hebt staan. En dat is dus ook gewoon de bedoeling. Je moet die Orbital V-set halen door middel van alleen maar naar je minimap te kijken. En als ze bijvoorbeeld ghost gebruiken of zo, dan weet je niet waar de enemies lopen. Maar je weet wel waar je teammaten lopen. En als je weet waar je teammaten lopen, weet je ook waar de enemies lopen. Of ze moeten je proberen te flanken. Dat is altijd een beetje het minpunt. Want die vraag krijg ik heel vaak binnen van, Jan, ik was net op mijn minimap aan het letten, maar opeens liep er iemand achter me of zo. Maar dat probleem heb je altijd. Je moet gewoon geluk hebben in Call of Duty. Als je dat niet hebt, dan ga je opeens dood doordat er gewoon een enemy opeens in je rug komt. Maar dat heb je gewoon in Call of Duty. Veel mensen proberen je gewoon te flanken. Veel mensen gebruiken ook gewoon ghost, een silencer erbij. En die kan je dus ook gewoon niet bepalen waar ze lopen. Maar dat moet je wel altijd proberen te doen. Als je het niet vertrouwt in een, bijvoorbeeld een gang die hier rechts van me zit. Als je het niet vertrouwt, ga er dan ook gewoon niet naartoe. Als je het niet vertrouwt en je denkt van, oké, die teammaat die naast me loopt, die is echt gewoon super slecht. Die staat 0-20. Ga dan ook niet met hem meelopen. Ga niet naast hem lopen. Blijf bij hem weg. En ga gewoon je eigen gangetje doen. En ik kan wel gewoon zo 10 minuten door blijven praten wat je nou precies moet gaan doen. Maar je moet het gewoon zelf gaan uitvinden op elke Call of Duty dan ook, op elke map dan ook. Want je moet de spanplaatsen weten. Op deze map is het heel simpel. Ze spannen of aan de voorkant, of aan de zijkant, of aan de achterkant. En daar kunnen ze ook alleen maar spannen. Dus op deze map is het super makkelijk om te onthouden. Maar je moet het wel gewoon allemaal blijven onthouden. En je moet het allemaal gewoon zelf verkennen. Ik kan wel elke dag een videootje gaan uploaden van die map, die map, die map. Maar dan hebben jullie zelf niks aan. Want je moet het zelf in het spel zien te verkrijgen. Je moet het zelf in het spel te zien krijgen. Om het ook gewoon te kunnen gaan leren. Dus dat is ook gewoon mijn tip van vandaag. Wil je beter worden in het spel? Ga nog gewoon heel veel oefenen en ga het gewoon heel veel spelen. Maar ook weer niet te veel, zoals ik al een paar weken terug had gezegd. Maar mijn eindscore, zoals ik kan zien, is 29-3 met de swarm aan. En ik had de swarm gewoon aangezet omdat ik dacht van, nou ja, ik wissel mijn killstreaks weer een keertje af. Maar mocht je dit compleet nou leuk hebben gevonden, jongens, vergeet hem dan alsjeblieft van duimpje omhoog te geven. Als we weer de 800 duimpjes en misschien wel de 900 duimpjes mogen kunnen halen, ben ik weer ontzettend blij. Bedankt voor het kijken, jongens, en tot de volgende keer. Bye bye.